Hiermee kan elke kazerne ook koolmonoxidegehalte in huizen meten. Dat betekent dat ze ons niet te praten hoeven vragen, want ze kunnen het zelf. En hoe gevaarlijk koolmonoxide kan zijn, blijkt 's avonds als de B-ploeg uitrukt naar een gezin met twee jonge kinderen. Veel verder, veel verder. Een gijzer zonder afvoer veroorzaakt een levensbedreigende situatie. De brandweermannen beginnen direct met het doorluchten van de woning. Er bevindt zich een extreem hoge concentratie koolmonoxide in het huis. De bewoners zijn onwel geworden en moeten met spoed naar het ziekenhuis. Genoeg, toch door. Hoeveel? 70 start. Ja, Gijs, dat heeft niet eens een aanvoer erop. Helemaal niks, en gaan douchen. En douchen, vol douchen. Nee. Ja, we hebben er allemaal opgezet. Zonder wet. Kan het er niet. Ik douchen met die kinderen natuurlijk. Dat gaat niet. Ongelooflijk. Veel verder niet goed? Ja, allemaal niet. Hij staat nou al heel de ramen staan open natuurlijk. Onverantwoordelijk. Ga eruit. Waar wil je het hebben, koffertje? Ik heb al een stuurtocht. De bewoners merkten gelukkig bij zichzelf dat er iets aan de hand was en hebben direct 112 gebeld. Niet veel later waren zowel de brandweer als de ambulancedienst aanwezig. Mensen zijn niet goed geworden en wisten natuurlijk niet waardoor. Er is de ambulance gekomen en dan blijkt dus dat er hangt een klein gijzertje zonder afvoer. En ze hebben een tijd zat te douchen en er is een heleboel CO vrijgekomen. En zijn ze dus niet goed van geworden, komen ook zielvergiftiging. Ik was in de kazerne, toen zei Frits, zijn ze er gelukkig gauw bij, maar ja. Je merkt het alleen doordat je dus niet goed wordt, want je kan het niet ruiken, je kan het niet proeven, je kan het niet zien. Het is, ja, mensen hadden eigenlijk beter moeten weten. Ze hebben meestal dat ze niet sliepen. Je kan een gijzer niet zomaar een gijzer zonder afvoer in zo'n kleine ruimte. De douche is vlak naast de gijzer. En die heb misschien een half uur staan te loeien. En dat kan natuurlijk niet. Maar ze vergeten het nu niet meer. Het is gelukkig goed gegaan. Maar het is een gezinnetje met twee kinderen. Kijk, dat soort dingen kom je nog steeds tegen. Terwijl er toch best wel behoorlijk goede voorlichting is over dat soort dingen. Juist de laatste tijd zijn er al verschillende gevallen geweest. Van CO, de mensen waar ze op moeten letten en wat wel en wat niet kan. Ook de officier van dienst komt ter plaatse. John legt hem uit wat er aan de hand is. Dus het is gewoon allemaal in de ruimte zelf staan te draaien. En het is natuurlijk ook naar boven gegaan en toen zijn ze onwel. Dus ze gaan nou mee naar het AMC. Twee kleine kinderen en twee volwassenen. Wat er in feite gebeurt, is dat koolmonoxide hecht zich aan jouw bloedcellen. Jouw bloedcellen vervoeren normaal zuurstof. Als daar koolmonoxide op zit, kan het zuurstof er niet meer bij. Dat betekent dat jouw bloedcellen uiteindelijk geen zuurstof meer vervoeren, maar koolmonoxide. Jouw cellen krijgen het dus benauwd. Die hebben een tekort aan zuurstof. Dat resulteert onder andere in gevoel van duizeligheid, misselijkheid. Beetje griepachtige verschijnselen. Alleen naarmate je er langer aan wordt blootgesteld en naar hogere concentraties, kun je uiteindelijk bewusteloos raken, in coma raken en overlijden. Ja, kijk, nou staat hier op nul. Nou, hij loopt niet op. Nee. Maar net zat hij dus op 70. Kijk, of ik er nog naar boven kan. 73. Dat is niet zo gek dat ze onwel zijn geworden. Ja. Dus? Ventileren inderdaad en dan... Ja. Dan moet hij eerst een orde gemaakt worden. Hé? Ja, het zal eerst nog een orde. Ja, dat moet worden gemaakt worden. Hij zegt, het gaat er meteen uit en... Ja. Je ziet, er is zoveel informatie over. En de mensen hebben het allemaal keurig voor elkaar. Ja, ja. En toch, ja, een kleinigheidje met het grote gevolg. De brandweerlieden keren terug naar de kazerne. Daar wordt met collega's nog even nagepraat over de koolmonoxidevergiftiging. Ze vinden het onbegrijpelijk hoe makkelijk mensen het gevaar over het hoofd kunnen zien. Je hebt en CO-uitlaatgassen van die gijzer, een hele oud ding. En de stoomvorming van het douchen natuurlijk. Ja, dat hebben ze genekt. Dat ze boven kwamen stonden de ramen al open, dus sprong je meter in alarm. Maar ze hebben daar... Ja. Ja, want als je s'nachts gebeurt en je slaapt en... Ja, dan word je niet meer wakker. Dus ze waren zelf nog wel zo helder om 1 en 2 te bellen. Nou, gelukkig. Ja, ze gingen alle vier tegen de vlakte. Ja, dan is het toch iets niet goed. Wat is het, dat nummer? 21. Dat 22.